Extreem rechts wordt steeds populairder in de EU. Ook bij de komende Europese verkiezingen in juni zou het Europees Parlement wel eens een forse ruk naar rechts kunnen maken. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Europese denktank. Maar de andere kant van de medaille is dat er ook steeds meer mensen opstaan tegen die uiterst rechtse geluiden. Allen samen! Dit was in Duitsland afgelopen weekend bijna 1 miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen rechtsextremisme en de partij Alternatieven voor Duitsland, AfD. In de peilingen nu de tweede partij van het land. Gaat dat tegengeluid aan sterkte winnen, ook in de rest van Europa? Dat gaan we bespreken met Theresa Kuhn, hoogleraar Europese studies. Welkom. Hallo. En op afstand uiteraard in Berlijn, Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kuhn, voordat we beginnen, wat verstaat u onder extreem rechts? Want dat is natuurlijk een echt moeilijke, hè? Waar leg je nou die grens? Wanneer is iets extreme? Wanneer valt het nog net buiten dat extreme? Ja, heel veel extreemrechtse partijen zijn racistisch, nationalistisch, maar zijn dan ook bezig om de rechtsstaat echt in te perken en te proberen een autoritair systeem op te trekken. En dat is eigenlijk uw definitie. Dirk, valt AfD daar dan onder die extreemrechtse definitie van Theresa Kuhn? Nou, op dit moment, als je kijkt naar het partijprogramma en de standpunten, niet. Maar sinds de laatste onthullingen door Corrective, het journalistencollectief, waarbij een hooggeplaatste medewerker van partijleider Alice Weidel met een neonatie het over remigratieplannen zou hebben, of deportatie van Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond, kun je wel degelijk zeggen dat er in elk geval binnen de partij ook steeds meer die overgang is naar rechtsextreem. Je zit echt op een kantelpunt. Ja, zien de Duitse media dat ook, Dirk? Schrijven die daar ook op die manier over? Ja, zeker. Dus in Duitsland is nu de heersende algemene opvatting dat er systematisch binnen de partij door invloedrijke figuren rondom het partijbestuur echt een campagne aan de gang is om van radicaal rechts met extremistische elementen echt naar een extreemrechtse partij te gaan. Tegelijkertijd, ja, de AfD, als ze dat in de openbaarheid zouden doen, snijden zichzelf ontzettend in de vingers. Want op dat moment zitten de geheime diensten er bovenop, valt de partijfinanciering weg. Dus het is toch zeer alert blijven en kijken naar wat er in het geheim gebeurt. Ja. Want in de openbaarheid wordt door de AfD, Alternatief voor Duitsland, alles ontkend en worden partijstandpunten ingenomen die zich verhouden naar de democratische rechtsorde. Ja, Theresa Kuhn, is inderdaad die opkomst van AfD een zeer zorgelijke ontwikkeling, hoe dit gaat in Duitsland? Ja, zeker is het heel zorgelijk. Het is ook zo dat bijvoorbeeld wel de Duitse inlichtingsdiensten al sommige partijen of groepen in de deelstaten van Duitsland van AfD al als extreemrechts hebben ingeschaald. Ja. Dus die zien dat ook als extreem zorgelijk. En de laatste onthullingen laten zien dat er echt zeker reden voor zorg is. En dat het, als AfD echt aan de macht zou komen, dat het echt zou bezig zijn met een hele hervorming van de Duitse staat en de Duitse maatschappij. Toch kan je ook bedenken, heel veel mensen willen erop stemmen, dus die zien die zorg helemaal niet. Of is dit een beetje de Europese linkse gedachte, dat we die zorg hebben? Of is het echt maatschappijontwrichtend? Ja, ik denk dat heel veel mensen niet zich ervan bewust waren hoe extreem de standpunten daar van AfD waren. Dat is ook echt pas in de laatste weken tevoorschijn gekomen. Daar gaat het bijvoorbeeld om standpunten zoals wij gaan miljoenen van buitenlanders naar Afrika sturen. En dat zijn dan niet alleen maar asielzoekers. Dat zijn deporteren. Ook deporteren. Mensen precies. Die er al lang zijn en die precies. Gewoon een verblijfsvergunning hebben. Die niet alleen een verblijfsvergunning hebben, maar die ook echt Duitse nationaliteit hebben. Die daar zijn geboren, maar een migratieachtergrond hebben. En dat zijn wel standpunten waar heel veel Duitsers ook ervan zijn geschrokken. Een beetje nazi-standpunten. Inderdaad. En daarom juist in Duitsland dan we kunnen het ook gewoon noemen, als het zo is. Ja. Theresa, denkt u dat dit geluid aan volume gaat winnen de komende tijd? Hè? Dus dat we steeds meer van die massale protesten tegen rechtsextremisme gaan zien? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat die protesten afgelopen weekend wel echt een voorbeeldfunctie gaan innemen. En dat in andere landen waar wij binnenkort ook verkiezingen gaan hebben en waar ook een grote zorg is dat extreem recht gaat winnen, dat daar ook mensen aan de straat op gaan. Ik denk hier bijvoorbeeld ook aan Oostenrijk, wat natuurlijk sowieso steeds heel
goed kijkt wat gebeurt in Duitsland. En ik kan me voorstellen dat daar mensen ook nu een beetje aangemoedigd zijn. En denken, ja, het heeft wel zin om de straat op te gaan. Ja, Dirk, want er zijn voorlopig in Duitsland, voor zover ik weet, niet verkiezingen op handen. Volgend jaar op mijn hoofd, 2025? Dat zijn de landelijke verkiezingen, maar er staan dit jaar wel degelijk zeer belangrijke deelstaatverkiezingen op de rol, namelijk in september en oktober. Mm-hmm. Dan wordt er gestemd in Sachsen en in Thüringen en Brandenburg. En in Thüringen en Sachsen en ook in Brandenburg staat de Alternatief voor Duitsland op ruim 30% in de peilingen. Ja. Daar zou je dus al in 3 van de 16 Duitse deelstaten kunnen zien hoe groot de populariteit van die Alternatief voor Duitsland is, ook zelfs na de recente onthullingen. Ja, in Duitsland groeit ook de roep om AfD als partij te verbieden. Is dat een goed idee, Theresa Kuhn? Ik denk van wel. Het is natuurlijk echt een heel ingewikkeld proces. Er zijn ook grote risico's aan. Bijvoorbeeld dat AfD dan nog meer een slachtofferrol kan innemen en daardoor nog meer mensen trekt. Tegelijkertijd zien wij dat in andere landen, bijvoorbeeld Turkije, 20 jaar geleden werd geaarzeld om de partij van Erdogan te verbieden. Dat werd toen niet gedaan. En nu hebben daar heel veel mensen in Turkije spijt van, omdat ze zeggen, ja, dat hadden wij toen moeten doen. Nu is hij aan de macht. Nu heeft hij eigenlijk de democratie al enigszins beperkt. En daarom denk ik, is het beter vroeger partijen die echt niet aan de rechtsstaat voldoen te verbieden. En te voorkomen dat zij later echt de macht aan zich trekken. Ja. Aan de andere kant, een verbod op een politieke partij, mag dat juridisch gezien in een rechtsstaat? Ja, er zijn natuurlijk wel grote voorwaarden om dat te doen. In Duitsland is het heel belangrijk, het maakt het niet uit of de partij van links of van rechts komt, maar voldoet ze aan de voorwaarden van de democratische rechtsstaat. Mm-hmm. En als dat niet het geval is, bijvoorbeeld als zij mensenrechten schendt of niet de democratie respecteert of de rechtsstaat, dan kunnen partijen worden verboden. En dat is in Duitsland 2 keer gebeurd. 1 keer voor de eigenlijk opvolger van de nazi-partij in de jaren 50. En 1 keer ook voor de communisten. Dus een linkse partij in de jaren 50. Dus het is wel voorgekomen. Dirk, verwacht je dat dat nu ook met de AfD kan gebeuren in Duitsland? Nou, op dit moment wordt het niet als een realistische optie gezien, omdat de drempels daarvoor zeer hoog liggen. Dus er wordt nu gekeken naar het vervolgen van individuele leden vanwege strafbare uitspraken in het strafrecht. En in het civielrecht zou je kunnen denken bijvoorbeeld aan het intrekken deels van partijfinanciering. Dat is ook recent nog gebeurd met de opvolger van de NPD, de neonazi-partij. En daarvan werd ook gezegd, zij voldoen niet aan de voorwaarden en daarmee op het recht op partijfinanciering. Ik verwacht het voorlopig niet. Je ziet het niet als een realistische optie in de discussies tegenkomen. Ja, Theresa Kuhn, we zien natuurlijk in veel meer Europese landen stemmen op rechts. Dan heb ik het over radicaal rechts, extreem rechts, populistisch. Ook notabene in ons eigen land. Wat hebben al deze partijen, als je dat nou even op een beetje in linie zet, wat hebben die partijen met elkaar gemeen? Eigenbelang eerst. Dus het is America First van Trump. Het is Nederlanders op 1 van Geert Wilders. Ook in andere landen is het altijd oké, wij zijn eerst. Wij zijn beter dan de rest. En wij moeten eerst voor onszelf zorgen en anderen uitsluiten. Ja. Dat is echt één grote gemeenschappelijke factor. En toch zijn in veel landen zijn deze partijen er al lang. In onze eigen Nederland is de PVV er ook al lang. Hoe kan het dat er eigenlijk een soort golf bezig is door Europa, waardoor al deze partijen nu extra aantrekkelijk zijn voor kiezers? Ja, wij zitten natuurlijk echt in een decennium van crisis. Dus wij hadden de eurocrisis, wij hadden Brexit, wij hadden 2 jaar pandemie met lockdowns, waar mensen heel ontevreden over waren. Nu is er oorlog met Oekraïne, ook de klimaatcrisis. Dus mensen leven wel in een klimaat van eigenlijk angst en crisis. En daardoor zijn partijen die een makkelijke oplossing hebben en die makkelijke doelen hebben, die zijn daar heel aantrekkelijk. En Theresa, kan het ook niet zo zijn dat dit in golven gaat? Dat 100 jaar geleden, iets minder, in de jaren 30, toen zagen we ook enorme opkomst van dit soort extreemrechtse partijen. Ja, uiteindelijk, we weten waar dat toe heeft geleid in Duitsland. Maar toch, is dat gewoon een golf, eens in de zoveel tijd, als het economisch minder gaat?
Ja, wij zien wel op lange termijn dat er golven zijn. Dat er periodes zijn waar extreemrechts het heel goed doet en in andere periodes minder goed. En dat heeft wel vaak iets te maken met hoe zit het met de economie, hoe zit het met andere grote factoren in de maatschappij. En momenteel ja, zijn heel veel condities waar extreemrechts goed kan scoren. Ja. Eigenlijk. Dirk, in hoeverre is de PVV vergelijkbaar met een AfD? Nou ja, er zijn een aantal overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. Overeenkomsten bij de rechtspopulistische. Ze voeren eigenlijk continu campagne tegen bestaande democratische instituties zoals de media, parlementen en ook de rechtspraak. Ze zijn anti-migratie natuurlijk heel belangrijk en anti-EU. Maar je ziet dat bijvoorbeeld op een aantal terreinen waarin het afwijkt, is dat invloedrijke personen binnen Alternatief Deutschland gelden echt als antisemitisch. Nou ja, dat is iets wat de PVV en partijleden Geert Wilders niet is. En datzelfde geldt ook voor standpunten rond gelijke rechten voor de LGBT-gemeenschap. Overigens, wat heel belangrijk verschil is, dat Geert Wilders met zijn PVV in Duitsland dus nooit een politieke partij had kunnen zijn, omdat in de partijpolitiek in Duitsland het dus verboden is om één lid van een partij te hebben. Dus dat is ook een belangrijk verschil. De PVV had in Duitsland niet kunnen bestaan. Nee. Teresa Koen, wat vindt u dan van het feit dat nu de PVV dus echt in gesprek is met meerdere partijen? Vindt u dat er vergelijkingen zijn met AfD? En is de PVV ook een partij waar je dan zorgen over moet maken? Ja, zeker zijn er ook reden voor zorgen met de PVV. Ja, ik denk daar bijvoorbeeld aan die uitspraak minder Marokkanen. Dat is wel heel vergelijkbaar ook met de posities die AfD daar inneemt. Er zijn ook andere punten waar PVV echt tegen de rechtsstaat in is en tegen mensenrechten. En dat is voor mij wel een reden voor zorg. En ik denk dat het daar ook vaak belangrijk is en goed is om ferm te reageren en principieel te reageren en niet altijd alles te onderhandelen en de scherpe randjes van weg te nemen, maar echt te zeggen, oké, dat gaat te ver. En dus vindt u dat Nederland dan eigenlijk te mild reageert op de verkiezingsuitslag? Mild op milders, ja. Inderdaad. U had eigenlijk meer protest verwacht? Ik had meer protest verwacht. En ik denk dat zo'n protest ook een goed teken was geweest... niet alleen voor de kiezers, maar ook voor de andere partijen, hoe zij zich moeten of zouden moeten positioneren tegenover zo'n partij. Hartelijk dank, Teresa Koen, hoogleraar Europese studies, en Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent in Berlijn. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.